Zaterdagmiddag was het Hooglandse Kerkplein in ultieme kerstsfeer. Mensen konden namelijk kerstballen met daarop een kerstwens in de grote kerstboom hangen. Wij hebben als Hooglandse Kerk dit weekend een kerstboomactie. En de bedoeling is dat wij mensen vragen of ze iemand dit jaar speciaal in het licht willen zetten. Dat kunnen ze dan op een papier schrijven, dat kunnen ze in een kerstbal stoppen. En die kerstbal die kunnen ze dan hier in de kerstboom achter mij ophangen. Mensen hangen om diverse redenen een kerstbal op. Ja, een deel heeft te maken met corona, met sterfgevallen. Maar er zijn ook andere redenen, de verjaardag van een moeder of de verjaardag van een opa. Ik merk dat als ik mensen aanspreek, dat ze in de meeste gevallen wel zo'n bal op willen hangen. Soms zit er een heftig verhaal achter zo'n kerstwens. Ja, het zijn twee vriendinnen. Eén vriendin heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. En zij is slechts 40 jaar, dus zij kan wel wat positiviteit gebruiken. En één vriendin is al heel lang herstellende van corona. Dat is ook heel actueel. Dus wij wensen haar veel kracht toe dat ze daar goed doorheen komt. En soms is het wat vrolijker. Nou, gewoon voor de mensen die gewoon langs de boom lopen en gewoon willen kijken wat er op die ballen is getekend. De kerstactie was volgens de Hooglandse Kerk een succes. Ze kijken terug op een middag vol mooie gesprekken waarin de kerk goed in de kijker is gezet. Ja, afgelopen zaterdag zat ik op de bank en net als iedereen heb ik de persconferentie van ons kabinet aan mogen horen. En het eerste wat me te binnen schoot was, we moeten de lokale ondernemers van Leiden moeten we gaan helpen. Na een nachtje slapen was de Leidse fietscourier eruit. Hij zocht contact met het centrummanagement en deelde zijn plannen. En ik heb eigenlijk gewoon gezegd, Gijs, we kunnen de ondernemers niet laten zitten met deze ellende waar ze nu voor staan. Ik stel voor dat we ze gaan helpen met het verzenden van de lokale zendingen. We gaan het gratis ophalen en we gaan het gratis bezorgen. En dat wordt mede gesupport door de gemeente Leiden en door ondernemend Leiden. Want gratis, zoals we allemaal weten, bestaat natuurlijk niet. Van tevoren worden de pakketten aangemeld door eigenlijk al onze klanten. En vanuit de aanmeldingen gaan wij routes maken. En de routes maken we aan de hand van het aantal fietsen wat we beschikbaar hebben, het aantal couriers. En dan zeggen we bijvoorbeeld, hier vanuit Leiden fietsen we ook in Oegstgeest. Maken we één ronde voor Oegstgeest waar 50, 60 pakketten in zitten. En dan gaat de courier daar de zending afleveren. Naast gratis bezorging in coronatijd zien Leidse winkeliers meer redenen om zich aan te sluiten bij het plan. Wij doen hier aan mee omdat we het super fijn vinden dat onze klanten eigenlijk dezelfde dag al bezorgingen krijgen. Dus als zij 's middags bestellen of 's ochtends bestellen, dat ze het dan 's avonds al in huis hebben. Zeker nu met kersttijd is het natuurlijk super fijn. Want ja, we zijn dicht zoals je allemaal weet. Dus bestellingen lopen door en dat is super fijn en heel fijn van de gemeente dat ze dit hebben geïnitieerd. Centrummanager Gijs Holla hoopt vooral te voorkomen dat de Leidenaar, nu de winkels dicht zijn, massaal online gaat shoppen bij de grote ketens. Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, trots zijn op onze Leidse binnenstad. En willen we dat die binnenstad zo leuk blijft als ze nu is, dan zullen we de ondernemers van de binnenstad moeten steunen. Als je dat via de grote landelijke platforms doet, dan gaat het geld allemaal naar die landelijke platforms en houden de ondernemers er weinig aan over. Dus wij roepen daarom op, bestel je spullen online ook bij de lokale ondernemer. Heel veel mensen hebben een webshop en als je de webshop niet kunt vinden via lieverinleiden.nl, de kooplokaal beweging van Leiden, kun je alle webshops van de Leidse binnenstad vinden. En waarom zouden we de kleine middenstand, de kleine Leidse ondernemer laten zitten, terwijl die dezelfde service kan bieden als de grote bol.com's en Coolblues van deze wereld? Op de vaccinatielocatie in Leiden wordt het leger ingezet om het zetten van boosterprikken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou, Defensie staat ten dienste van de Nederlandse samenleving. Dat doen wij doorgaans eigenlijk in het buitenland. Vandaag doen we eigenlijk twee dingen hier in Leiden. In Leiden testen en ondersteunen bij het vaccineren. En we leggen wegen verkeersmatten voor de, toestroom. Naar de test- en de vaccinatielocaties. We denken dat de komende weken drukker wordt vanwege de ambitie die Nederland heeft op het gebied van de booster. En dan eind januari halen we de spullen weer op. Je kunt nu al zien dat de mensen al bijna in een file naar binnen rijden en dat het al heel moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. Als het nog veel drukker wordt, dan gaat dat niet meer.
Nou hebben wij hier nog een locatie die ontwikkeld gaat worden. Die hebben wij nog in bezit. Maar als je dit gereed wil maken voor parkeren, dan ben je toch wel een tijd bezig. En die tijd hebben we niet. Nou heeft Defensie dit soort matten om uit te rollen en daar kun je op parkeren. Het is niet helemaal vlak, het is niet zo ideaal als je het zou willen hebben, maar als je hier voorzichtig overheen rijdt kun je hier prima parkeren. En dat helpt natuurlijk heel erg om die grote aantallen auto's straks op te vangen. We doen er op dit moment 200 per uur en we willen naar 300 per uur. Maar de parkeerterreinen zijn op dit moment gewoon helemaal vol. En als we dat zouden gaan doen, dan komt er gewoon veel te veel buiten onze eigen terreinen te staan. En dat willen we niet meer. Dus vandaar dat we Defensie van de week gevraagd hebben, een paar dagen geleden, van kunnen jullie ons helpen? En ja, die helpen ons nu op dit moment voortreffelijk natuurlijk met wat ze aan het doen zijn. We lopen wat voor op het landelijk schema. Wij zorgen er ook voor dat een aantal buurregio's, die kunnen hier ook terecht. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. En ik denk dat wij ook eerder klaar zijn dan de meeste regio's. De stichting Dorpsfeest Zoeterwoude laat weer van zich horen. Maar ze gaan niet op korte termijn een dorpsfeest organiseren. Nee, helaas. Dat zit er nog steeds niet in. Maar zij kijken vooral naar dingen die wel kunnen. En ze hebben bedacht een online bingo te organiseren deze keer. Zoeterwoude gaat bingo, maar dus niet bij elkaar. Maar we doen het online. We doen het online. Natuurlijk helemaal coronaproof. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, hier in de zaal van de meester gaat er gestreamd worden. Dus de mensen van de dorpsfeest gaan hier zitten en zorgen dat er een prachtige bingo gespeeld kan worden online. En dan kan je ook prijzen winnen. Dan zal het wel heel duur zijn om mee te doen. Nee, natuurlijk niet. Je weet toch hoe dat gaat in Zoeterwoude. Dat wordt natuurlijk weer zo aangeboden. Er zijn sponsoren, die geven mooie prijzen beschikbaar, stellen mooie prijzen beschikbaar. En iedereen die mee wil doen, kan gewoon lekker meedoen. Helemaal voor noppers. Samen met de drie klavers aan de Hoge Rijndijk gaan wij weer zorgen dat de mensen bij de bingo weer lekker wat kunnen happen. En dat kunnen zijn of borrelplateautjes of bittergarnituren. En de borrelplateautjes kunnen dan eventueel vooraf worden afgehaald. Bittergarnituren worden op de avond zelf warm aan de voordeur bezorgd. En dan van de zomer weer een dorpsfeest? Ja, het zal toch echt wel een keertje moeten gaan gebeuren. Al moeten we 4 of 5 boosterprikken hebben, maar ik hoop echt dat we van de zomer met z'n allen weer in de feesttent staan op veld 11. De brandweer moet op de avond van de brand studenten die boven de praktijk wonen van een dakje afhalen. Hun weg naar buiten wordt versperd door de brand bij de voordeur. Er zijn geen slachtoffers, maar de schrik zit er bij de huisarts en zijn bovenburen goed in. Een paar dagen later blijkt er ook een kogelgat in de voordeur te zitten. De huisarts doet in het opsporingsprogramma Team West onherkenbaar zijn verhaal, maar er is nog geen dader aangehouden in deze zaak. En voorafgaand aan zijn pensioen wil huisarts Walter Schrader zijn verhaal nu wel herkenbaar op beeld vertellen. Ja, meneer Schrader, waarom wilt u nu wel herkenbaar op beeld? Ja, in de afgelopen periode zijn er zoveel positieve reacties en blijken van medeleven geweest. En ja, het is volkomen duidelijk dat dit een kleine groep van extremisten betreft. En ik denk dat ik wil het gesprek hierover zeg maar gaande houden. En ook met deze mensen eventueel in contact treden. En zeker wil ik benadrukken dat dit absoluut niet de mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren om wat voor reden dan ook. Dit is een aparte groep mensen die deze positie heeft ingenomen en extreme daden heeft gedaan. Ja, nou, ik kan me zo voorstellen dat zo'n aanslag echt ook impact op u en uw naasten heeft gehad. Hoe gaat het nu met u? Nou, ik ben nu een stuk rustiger. Op het begin was het natuurlijk vreselijk. Je krijgt eerst die twee dreigbrieven, één persoonlijk aan mij gericht, daarna een brandstichting, daarna een kogel. En ja, ik heb herbelevingen gehad van een nare tijd die ik heb meegemaakt tijdens mijn werk in Afrika. Ja, dat heb je niet in de hand. Nu gaat het heel goed. Mede doordat de politie zo adequaat begeleid heeft. En doordat ook de omgeving heeft hier zo goed op gereageerd, dat ik daar echt veel rustiger door ben geworden. Maar de schrik zat er verschrikkelijk in. Ja, nou, u hebt het. Was echt vreselijk. U hebt het over een dreigbrief. Wat stond er in die brief? Er waren twee brieven. Het kwam erop neer dat ik me moest verantwoorden voor de genocide die ik door het vaccineren in Namibië
zou plegen. Ik moest me verantwoorden voor een tribunaal. En ja, dat zou ik nog wel merken. Nou, ja. Ja. Het is echt een belachelijke brief. Nou, ik heb hem ook direct, ik had hem direct weggegooid. Maar daarna kwamen die gebeurtenissen. Ja, nou die gebeurtenissen en dat is gevolg van zoals de antifaxers, om ze zo te noemen, erin staan. En daar krijgen we toch steeds meer mee te maken, die polarisatie. Wat kunnen we daaraan doen of daartegen doen, denkt u? Ja, ten eerste moeten we met de mensen die zich niet laten vaccineren, daarmee moeten we het gesprek natuurlijk blijvend aangaan. We moeten ze niet isoleren of demoniseren. Dus absoluut werkt dat contraproductief. Ze hebben angst. Dat ze angstig zijn is een feit. En daar moeten we als artsen ook van uitgaan. Daar moeten we als het ware ook voor behandelen, zal ik maar zeggen, als dat onterechte angst is. Daarnaast moeten we ons kunnen voorstellen dat door de ingewikkeldheid van deze materie en door de verschillende boodschappen die de deur uit zijn gegaan, Vanuit de begeleiding van deze pandemie, ja, kunnen we ons toch heel goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken, dat ze in verwarring zijn geraakt en dat dat een grond is voor onvrede. Ja. En ja, dat moeten we ten eerste begrijpen. Dus ze apart zetten en ze demoniseren is een werk contraproductief. Laten we alsjeblieft kijken wat onze gezamenlijkheid is. Hè, wat we met elkaar delen. En wij delen de liefde voor het leven ook met deze mensen. En dat moeten we vasthouden. En daarvanuit moeten we gaan werken. Laat ze zich alsjeblieft, hè, zoals ik ook tegen mijn patiënten zeg, die zich niet laten vaccineren, zichzelf goed beschermen. Hè, met mondmaskers, met goede desinfectie, met het handhaven van de anderhalve of twee meter. Ja, en als dat consequent wordt gedaan, dan zien we bijvoorbeeld in Taiwan dat dat ook bijdraagt aan het in de hand houden van een besmettelijke ziekte. Laten we dat alsjeblieft handhaven. Dus niet meteen zeggen dat vaccinatie de enige oplossing is. Nee, er zijn meerdere middelen waar we mee moeten werken. En laten we dat alsjeblieft blijven doen. Je bent toch sneller alleen en thuis. En juist dat willen we voorkomen door allerlei leuke ontspannende activiteiten aan te bieden. De Universiteit Leiden organiseert rondom de feestdagen van alles om te voorkomen dat studenten eenzaam zijn tijdens de lockdown. Je kan denken aan een spelletjesavond, aan een online escape room, we hebben een pubquiz, knutselmiddagen hebben we ook. En eigenlijk ook gewoon lekker een winterwandeling met elkaar ondernemen. En met eerste en tweede kerstdag kunnen ze elkaar opzoeken voor een lekkere lunch. De pakketten voor die lunch werden vrijdag klaargemaakt door studenten van Augustinus en Minerva. Daar zit een hele lekkere kerstlunch in voor 4 à 5 studenten om samen te maken en op te eten. En we hebben er wat extra kerstdecoratie bij gedaan om de kerstsfeer wat meer te benadrukken. We werden benaderd door de universiteit of we wilden meewerken aan de winterweken. En daar waren we eigenlijk gelijk heel enthousiast over, want het idee erachter is een beetje om studenten die niet zoveel te doen hebben rond de feestdagen of misschien niet naar huis kunnen omdat ze uit een ander land hier studeren, ook wat meer een kerstgevoel mee te geven om elkaar op te zoeken en wat leuks met elkaar te doen. In totaal zijn alle 5 grote verenigingen van Leiden hierbij aangehaakt en die hebben allemaal een aparte evenementen waar ze aan meewerken. En hetzelfde geldt voor Leiden United. En zo dragen we allemaal eigenlijk een steentje bij aan deze mooie weken. Iedereen die de activiteiten aanspreekt of die graag even wat meer in verbinding wil staan met anderen is van harte welkom om zich in te schrijven. We hebben de aanmeldformulieren nog open. Die gaan dicht op de dag van het evenement zelf. Dus dat betekent dat zelfs voor de studenten die het op het laatste moment nog overwegen om te gaan of niet, kunnen ze zich nog inschrijven. Het thema van het kersthuis van Peter is niet te missen. Kerstmannen. Dat vind ik wel geinig. De Leidenaar versiert zijn huis, zowel binnen als buiten. Ik ben begonnen bij mijn vader. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Toen ben ik bij mijn vader eens een keertje begonnen met een klein dorpje op de kast. En die is overleden en toen heb ik dat weer allemaal meegenomen. En toen ben ik hier komen wonen. En toen ben ik zelf maar een beetje gaan hobbyisten. En toen was het een beetje een uit de hand gelopen hobby.
De bouwvakker begint in november met de opbouw van zijn kersthuis. Dan ga ik eenmaal beginnen, ja, dan vind ik het helemaal leuk en alles. Dus, en dan ja, is het elke avond even wat doen. En ik werk overdag, dus ik sla het ook in een garage op. Dus dan haal ik elke keer wat. Ik begin altijd weer met mijn plafond. Want dat zijn staalkabels. Iedereen weet dat hij kerstmannen verzamelt. Dus hij krijgt ze ook cadeau. 2 jaar geleden hebben we iemand gekregen die kocht een pand. En daar stond het allemaal. En die weet dat ik daar dat ik gek was van kerst. En toen had hij 6 dozen daar met allemaal kerstmannen met kaarsen. En sneeuwpoepen met kaarsen. En die kreeg gewoon zo van hem. Als Peter op de bank zit, geniet hij van zijn huis. Zit ik er, heb ik alles aan staan. En buiten laat ik altijd 24 uur per dag branden. En nee, hij is niet bang dat de kerstversiering buiten wordt vernield. Ze slopen je niks. En buren letten ook op hoor, overdag en alles. Dus, maar er worden ook heel veel foto's gemaakt van mensen en alles. Dus ja, schitterend vind ik dat. Ik blijf er gewoon te ontwanden worden.